Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Reageer en Win. En misschien wel de allerlaatste. Of toch niet? In ieder geval, hallo allemaal. Nee, even een klein woord vooraf. We doen deze show nu, nou, wat zal het zijn? Een paar jaar, een jaar, anderhalf jaar, ik weet het niet precies. En dat is hartstikke leuk. Maar de komende tijd gaan wij op XGN ons richten op heel veel coole videocontent. Ik ga er nog niks over verklappen, maar er komt van alles aan. En dat betekent dat we wat ruimte moeten maken en misschien tegen andere rubrieken gedag moeten zeggen. Wat betreft de Reageer en Win, betekent dat voor jullie, dus de show waarin we elke week prijzen weggeven, dat we niet meer elke week een video hebben. Wel wil ik jullie tegemoetkomen, want ik denk dat jullie het leuk vinden om toch prijzen te winnen. Het is een stukje motivatie om ook leuk mee te doen op de website. Maar dat gaat niet in videovorm plaatsvinden. Tenminste, niet altijd. Als we een grote prijs hebben, zoals nu, maar dat komt zo meteen, dan zal er een video komen. Maar is het een kleinere prijs, bijvoorbeeld bioscooptickets of een filmpje of iets dergelijks, dan zullen we dat gewoon in tekstvorm op de site doen. Dus niet getreurd. Jullie kunnen elke week prijzen winnen. Het is alleen even de vraag op welke manier. Dus hou ons gewoon in de gaten en dan lezen jullie of zien jullie het. Deze week dus nog wel een video, want we hebben een hele zieke prijs. Maar daarover zometeen meer. Eerst gaan we door naar de vraag van de week. En die komt deze week van Spiral. Die zich afvraagt welke dagen van de week wij naar Gamescom gaan. Nou, het is nu vrijdag. En wij vertrekken na het weekend meteen maandagochtend. Ik ga, Luc gaat, Theo gaat, Ralf gaat. En onze eindbaas Hugo Welkers. Onze Sinterklaas uit Madrid, die komt ook over. En dan zijn we dus met z'n vijven. Laat even weten of jullie het leuk vinden dat we weer vlogs gaan maken. Zoals we gedaan hebben tijdens E3. En wij zijn er dan tot en met donderdagochtend. Dus eigenlijk tot en met woensdag moet ik zeggen. Want donderdag gaan we alweer snel weg. En dan gaan we een hoop games checken. Stiekem hoop ik Mads Mikkelsen tegen het lijf te lopen. Mocht dat niet lukken, Kojima. Maar ja, waarom niet gewoon allebei? Nee, en natuurlijk gewoon toffe games checken. Ik heb er zin in. En toch ook wel cyberpunk moet ik zeggen. Maar volgens mij ga ik die nu niet eens checken. En dan gaat Ralf die doen. Nou goed, hop praatjes door naar de winnaars van afgelopen week. Jullie konden winnen Below the Surface, deel 2. Een hele zieke, coole Scandinavische crime-serie. Ik zeg het zo omdat ik groot liefhebber ben van Scandinavische detectives. Met name die uitgegeven worden door Lumière. Wat volgens mij bij deze ook zo is. Ja, van Lumière. Die zijn over het algemeen vrij goed. Ik ben hem nu aan het kijken en hij is echt heel erg spannend. Oké, hij valt bijna. Nee, toch niet. Toch wel. Oh, hij valt. Nou, in ieder geval, we gaan door naar de winnaars. De eerste winnaar is geworden Ananas. Jij zei vorige week, gefeliciteerd winnaars. Ik doe deze week graag mee voor Below the Surface seizoen 2. Ik heb seizoen 1 met veel plezier gekeken. Was lekker spannend. Nu erg benieuwd naar dit tweede seizoen. Sowieso kijk ik graag Scandinavische series. Ja, ik dus ook. Superleuk. En de tweede winnaar is geworden Boya. Jij zei van harte met de prijzenwinnaars. Ik waag een kansje. Heb het eerste seizoen met die gijzeling in de meet. Het eerste seizoen, met die gijzeling in de metro was hartstikke spannend. Ja, precies. Nou, tof. Ja, ik moet zeggen, deel 2 is wel weer anders, maar borduurt wel voort op een concept, zeg maar. En wederom spannend. Voor jullie allebei geldt, stuur mij even een mailtje naar r.v.d.helm@xgm.nl. Even met je gebruikersnaam en je adresgegevens. En dan komt de prijs zo snel mogelijk jullie kant op. Dan, de prijs van deze week, je ziet het niet in beeld, maar dat maakt het niet minder episch, denk ik. Want er komt een hele kikke film aan, Angel Has Fallen. En dat is de derde uit de reeks met Gerard Butler. Coole actieserie, zeg maar. Je had natuurlijk London Has Fallen en wat was het, de tweede Olympus of zo? Olympus Has Fallen, nu dus Angel Has Fallen. En het draait om explosies, om guns, om geweld, om stoere mannen/vrouwen, ik bedoel, ik wil niet iedereen uitsluiten. En gewoon de beuk erin. En hoe kun je dat beter doen dan zelf te gaan airsoften? Dus in samenwerking met Dutch Filmworks geven wij een arrangement weg. Ik moet even spieken, bij Veluwe Airsoft. Dat is voor 4 personen op een zondag. En dit gaat gewoon in overleg met degene die gaat winnen. En de winnaars krijgen een extra loadout, vesten en magazijnen. En ook nog tickets voor Angel Has Fallen. Nou, als dat niet een compleet pakket is, dan weet ik het ook niet meer. Daar moet je wel een beetje je best voor gaan doen. Dus de opdracht luidt nu als volgt. Laat komende week 2 reacties achter op de website xgn.nl. Waar je nu als het goed is op zit. Volg ons
op Instagram. Dat komt nu ergens zo mooi in beeld te staan. En tag, dus er komt ook nog een artikel, tag degene met wie jij naar de film wil. En mocht je nou ons al volgen of ons gaan volgen, laat dan even in de comments hieronder ook achter wat je gebruikersnaam is. Want stel dat dat iets heel geks is en niet overeenstemt met je gebruikersnaam op XGN of dat we moeten gaan puzzelen, dan wordt het natuurlijk heel lastig. Dus laat vooral duidelijk ook in deze video achter hoe je hebt meegedaan. Dan kunnen we dat allemaal even controleren. Dus nogmaals, 2 reacties op de website, volg ons op Instagram en tag degene met wie je bijvoorbeeld dit coole avontuur aan wil gaan. Daar krijgen jullie een week de tijd voor en dan volgende week maken we de winnaars bekend hier op xgm.nl. Waarschijnlijk dus in een artikel. Daarnaast hebben we nog 2 tickets weggegeven, of eigenlijk 4, 2x2. En daarvoor is de opdracht iets makkelijker. Volg Endboss Reviews op YouTube en laat 2 reacties achter op XGN. En mocht je hem nou zijn gevolgen, geldt ook weer, laat even achter wat je hebt gedaan, zodat we dat even kunnen checken. Vergeet niet je vraag van de week in te sturen. En ik zou zeggen, doe lekker een regendansje, want volgens mij krijgen we weer noodweer. Sluit jezelf op met weet ik veel, popcorn, water, ga gamen, ga Netflixen. Doe gekke dingen en dan tot volgende week. En laat eens even weten of wij moeten gaan vloggen op Gamescom. Doei doei!